filosofie, zoals ik die tot dusver heb opgevat, is al het vreemde en problematisch in het bestaan opzoeken. Al datgene wat tot nu toe door de moraal in de ban is gedaan. Lange ervaring, mij geschonken door dergelijke omzwerving in het verbodene, heeft mij geleerd de gronden waarop tot nu toe gemoraliseerd en geïdealiseerd is, om die gronden wel heel anders te bekijken dan men zou kunnen wensen. Ik heb de verborgen geschiedenis van de filosofen gezien. En de psychologie van de grote namen onder hen heb ik aan het licht zien komen. De vraag is, hoeveel waarheid kan iemand in zijn geest verdragen? Aan hoeveel waarheid waagt hij zich? Dat is voor mij steeds de beslissende criterium geworden. Een fout, en dat is om te geloven aan een ideaal, is geen blindheid. Een fout is lafheid. Elke verworpenheid, elke stap vooruit in het menselijk weten is het gevolg van moed, van het vermogen hard en hygiënisch te denken ten opzichte van zichzelf. Ik ga geen idealen willen. Ik heb trek er handschoenen van. Dat is alles. Men heeft dusver principieel alleen de waarheid verboden. In de reeks van mijn geschriften staat mijn Zarathustra op zich. Daarmee heb ik de mensen de grootste schenking gedaan die eigenlijk niet gedaan is. Dit boek, welk stemgeluid duizendtallen jaren verdraagt, is niet alleen het meest verheven boek dat bestaat, het is tevens het diepste. Hier is geen profeet aan het woord. Niet een van die hybridische griezels. Half door ziekte, half door de wil om macht te verbergen bepalen, die men dan godsdienststichters noemt. Het is in de eerste plaats de toon. De toon die uit zijn mond komt. Die men werkelijk tot zich moet laten doordringen. Die men de zin van de wijsheid die eruit spreekt, niet op erbarmelijke wijze kan rekenen. Citaat. Het zijn de stilste woorden waar storm van komt. Gedachten die duifzacht komen aangetript, bepalen de richting die de wereld gaan zal. Hier is geen fanaticus aan het woord. Er is geen preek. Hier wordt op geen geloof beroep gemaakt. Nog een citaat. Jullie hoogstaande mensen, die mij onder ogen gekomen zijn, hierom twijfel ik aan jullie. Hierom lach ik in stil. Ik vermoed dat jullie mijn overmens duivel zouden noemen. Jullie zijn het grote in je ziel dermate vreemd, dat de overmens jullie in al zijn goedheid wel vreeswekkend zou moeten voorkomen. Wie onder de filosofen voor mij is überhaupt psycholoog geweest? En niet verder tegenovergestelde van mij. Leider aan duizelingen van hoger orde of idealist. Voor mij bestond er helemaal nog geen psychologie. Hier de eerste te zijn kan een vloek betekenen. Het is in elk geval een noodlot, want je veracht ook als eerste. De hekel aan de mens, dat is het gevaar dat mij bedreigt. Is dat duidelijk? Wat mij afzonder, wat mij plaatst terzijde van de hele rest van de mensheid, dat is dat ik de christelijke moraal doorzien heb. Daarom heb ik de behoefte om een woord te vinden wat de betekenis bevat van een oproep aan iedereen. Ik vind het de grootste onzuiverheid die de mensheid op haar geweten heeft. Dat zij, wat dit betreft, niet eerder de ogen geopend heeft. Dit tot instinct geworden zelfbedrog. Fundamentele wil om elk gebeuren, elke oorzakelijkheid, elke realiteit niet te zien. Valse munterij in psychologische zin tot de graad van misdadigheid. Blind te zijn voor het christendom is de misdaad par excellence, de misdaad tegen het leven.
De christen is tot nu toe het morele wezen geweest. De curiositeit zonder weerga. En juist in die hoedanigheid van moreel wezen, absurder, leugenachtiger, ijdeler, lichtvaardiger, nadeliger voor zichzelf dan zelfs de grootste verachter van de mens die ooit zou hebben kunnen dromen. De christelijke moraal, dat is de kwaadaardigste wil, de kwaadaardigste vorm van de wil om te liegen. En dit is niet de blunder als blunder die mijn aanblik hiervan met ontzetting slaat, niet het duizenden jaren lange gebrek aan goede wil, aan tucht, aan fatsoen, aan geestelijke moed. Het is het gebrek aan natuurlijkheid. Het is het volslagen gruwelijke feit dat de tegennatuurlijkheid zelf onder de naam moraal de hoogste eerbewijs in ontvangst genomen heeft en als een wet, als een categorisch imperatief, de mensheid boven het hoofd is blijven zweven. En zich in deze mate te verhalveren, niet als individu, niet als volk, maar als mensheid. De christelijke moraal zegt, dat men moet leren de primaire levensinstincten te verachten. Dat men een ziel, een geest, tevoorschijn moet liegen om het lichaam te schande te maken. Dat men onderwijst dat je in de fundamentele voorwaarden voor het leven de geslachtelijkheid iets onzuivers moet ervaren. Dat men in het allernoodzakelijkste voor een redelijk gedijen, het strenge egoïsme, alleen het woord al, hè, het principe van het kwaad meent te moeten zoeken. Dat men aan de andere kant, in typische symptomen van achteruitgang, het onzelfzuchtige, het verontpersoonlijke en de naaste die we de hogere waarde moeten zoeken. Jullie moeten allemaal ten onder gaan. En dat niet alleen in de imperatief, dat is de moraal. Is dat duidelijk? Ik heb overigens geen woord gezegd wat ik niet al 5 jaar eerder bij monden van Zarathustra gezegd heb. Het ontdekken, het doorzien van het christelijke gebeuren, de christelijke moraal, dat is een gebeuren dat zijn gelijken niet kent. Een echte catastrofe. Wie de moraal voorziet, heeft in ene door de onwaarde van alle waarden. Hier mogen mij niets ervan weerhouden om grof te worden en de Duitsers een paar harde waarheden toe te voegen. Wie zou dat anders? Bespeur ik lust? Ik voel het zelfs als mijn plicht om de Duitsers eens te vertellen. Duitsers eens te vertellen wat ze allemaal op hun geweten hebben. Alle grote misdaden tegen de cultuur van 4 eeuwen hebben zij verricht. En altijd op grond van hetzelfde. Op grond van een hoogstpersoonlijke lafheid ten overstaan van de realiteit. Die ook lafheid is ten overstaan van de waarheid. En dat op grond van hun bij hen tot instinct geworden onwaarachtigheid. Op grond van idealisme. De Duitsers hebben Europa beroofd van de opbrengst van de zin van het laatste grote tijdperk, de Renaissance. En wel op een ogenblik dat een hogere hiërarchie van waarden, dat de verheven, het leven bevestigende, de toekomst veiligstellende waarden triomfant op de plaats hadden ingenomen van de tegenovergestelde, de ondergangswaarden.